Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken. Dit is de grote Otti kerstfilm. Hey, daar is Otti. Otti uit het Pinskybos. Samen met Lola wandelen door het bos. En daar is Stekeltje. Met hem speelt hij vaak buiten. Ze hebben veel pret. Ze lachen en ze fluiten. Elke dag een nieuw verhaal. Spannend en speciaal. Ze hebben een leuk idee. Doe je met ze mee? Hey! Otti glijdt van de berg af op zijn slee. Lola en Stekeltje zijn onderweg naar Otti en horen hem in de verte al schreeuwen. Joehoehoehoe! Maar ze vragen zich af. Oh nee, wat is dat? Is Otti in gevaar? Viel, gelukkig, hij is sleetje aan het rijden. Hi Lola en Stekeltje. Ben je lekker sleetje aan het rijden, Otti? Ja, doen jullie mee? Otti, we zouden toch een sneeuwpop maken? Oh ja, helemaal vergeten. Wacht even, ik kom eraan. Kom, we gaan zo de sneeuwpop maken. Maar eerst even wat chocolademelk binnendrinken. Zo. Kijk, die staat hier goed. Zo. Ja, kijk. Oké. Gaan we er een mooie sneeuwpop van maken. Hier en dan die wortel hier. En kijk, twee takken. En dan hier nog een tak. Zo. En hier nog een arm. Kijk eens wat leuk. Wat is die leuk geworden, Otti? Zullen we binnen nog wat gaan drinken? Hallo? Hallo, hier? Jullie gaan toch niet nu al weg? Oh? Otti, Stekeltje, de sneeuwpop praat! Oh ja, Lola, ik zie het! Hoi, Otti, Lola en Stekeltje. Hoi, sneeuwpop. Ik heet Olly. Hoi, Olly, wil je met ons spelen? Ja, ik zou wel willen, maar ik kan niet lopen. Weet je wat? Binnen hebben we nog knopen liggen, dan kunnen we jou versieren. Zo, kijk eens even. De sjaal, hier de knopen. Oh, wat hebben jullie mij mooi gemaakt. Dank je wel. Oh jongens, het is al laat geworden. Het wordt zo donker. Olly, we moeten helaas naar huis. Otti, kan Olly niet meer naar huis? Nee, dan smelt ik. Ik blijf vannacht wel hier staan. Oké, tot morgen, Olly. Oh, nee! Otti, Olly is gesmolten. Oh, nee. Het heeft vannacht niet gevroren. Alle sneeuw is bijna gesmolten. Oké, we bewaren deze spullen. En als het dan opnieuw heeft gesneeuwd, maken we gewoon weer een nieuwe Olly. Oké? Ja, dat doen we. Afscheid nemen is nooit leuk, maar je moet gewoon terugdenken aan de leuke momenten. En zo hebben Otti, Lola en Stekeltje er een nieuwe vriend bij gekregen, die vanaf nu iedere winter op bezoek zal komen. Otti viert kerst met Lola en Stekeltje. Het is bijna kerst. En Otti gaat vandaag de kerstboom versieren met Lola en Stekeltje. Maar er is een probleem. Otti heeft nog geen kerstboom. Gaat hij deze vandaag vinden? Oh yes, het heeft gesneeuwd. Zo, ik ga vandaag maar eens een mooie kerstboom zoeken voor thuis. Ah, kijk. Dat is een mooie. Hoi Otti, wat ben je aan het doen? Oh, ik heb een kerstboom uit het bos gehaald.
om straks thuis met jullie te gaan versieren. Oh, wat leuk! Gaan jullie mee naar binnen? Dan maak ik zo een lekker gemberkoekje. Ottie, wat is een gemberkoekje? Oh, een gemberkoekje? Ja, dat is zo'n mannetje, je weet wel. In Amerika noemen ze dat een gingerbread man. Zo, die staat mooi, hè? Gaan jullie lekker bij de open haard zitten? Dan maak ik een gemberkoek. En kunnen we die zo lekker bij de kerstboom opeten? Ja, goed idee. En daarna kunnen we de kerstboom versieren. Zo, en zo. Ja, tada! Kijk, hier is jullie chocomel alvast. Even het koekmannetje mooi versieren. Hé, hey, kijk eens hoe mooi die is geworden. En dit is zo'n lekker koekje. Zullen we nu de kerstboom gaan versieren? Ja, goed idee. Hier wat mooie ballen. Daar nog een paar kerstballen. Denneboom, oh denneboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Ik heb je laatst in het bos zien staan. Toen zaten er geen kaarsjes aan. Oh denneboom, oh denneboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Nou, dat was gezellig, hè? Oh, en vergeet jullie niet je tanden te poetsen voor het slapen gaan, want jullie hebben koekje en chocomel gehad. Hey Lola. Hoi Ottie. Wat ben je aan het doen? Oh, ik ben de moestuin een beetje aan het aanharken. Oh, dat ziet er mooi uit. En wat onkruid aan het weghalen. Zullen we vandaag wat leuks gaan doen? Oh, dat is goed hoor. Zullen we dan een wedstrijdje gaan rennen? Oké. Wij tegen elkaar? Ja, of durf je niet? Jawel hoor. En als Stekeltje dan straks komt, kan hij de scheidsrechter zijn. Hey Stekeltje, goed dat je er bent. Hoi Ottie. Lola en ik gaan zo een wedstrijdje rennen. Wil jij de scheidsrechter zijn? En dan kan jij bepalen wie de winnaar is. Ja, dat is goed hoor. Oh, heel fijn. Kom Lola, laten we beginnen. Voor de start af. Oh, Lola is nog nergens te bekennen. Zo, dat duurt nog wel even voordat Lola hier is. Ik kan ondertussen wel lekker een slaapje doen daar tegen die boomstam aan. Ottie, wakker worden.
ligt voor. Oh, ik moet haar inhalen. Ik wil winnen. Oh, nee. Lola heeft gewonnen. Oh, yes. Wat leuk. Yay. Nou, dat was een leuk dagje, hè? Wel jammer dat je verloren hebt, Ottie. Ah, joh, dat geeft niet. Ik vond het heel erg leuk. Meedoen is belangrijker dan winnen. En komen jullie morgen weer spelen? Ja, gezellig! Het is weer een mooie dag in het Binskibos. Lola, Stekeltje en Ottie willen morgen paaseieren gaan zoeken. Maar komt de paashaas wel langs? En kunnen ze alle paaseieren wel vinden? Tot morgen, Ottie en Stekeltje. Zo. Hier een voor Lola. En hier een voor Stekeltje. En hier eentje voor Ottie. Ottie, Ottie. Hoi Lola en Stekeltje. Is de paashaas ook geweest, Ottie? Oh, dat weet ik niet. Even kijken. Ottie, Lola, kijk. Er zit een briefje in de brievenbus. Oh, hij is van de paashaas. Lieve Lola, Stekeltje en Ottie. Vrolijk Pasen. Ik heb speciaal voor jullie 3 paaseieren in de tuin en het Binskibos verstopt. Ik hoop dat jullie ze kunnen vinden. Veel plezier met zoeken. Groetjes van de paashaas. Kom, dan gaan we zoeken. Ottie, Stekeltje, ik heb een paasei gevonden. Yay! Ottie, Lola, ik heb ook een paasei gevonden. Nou, ik nog niet. Nou heb ik helemaal geen paasei gevonden. Van mij hoeft het niet meer. Ottie, wees niet getreurd. Je moet niet opgeven. Zullen wij morgen verder zoeken? Oké, tot morgen. Nou, arme Ottie. Ik leg zijn paasei maar even bij de deur. Ottie, Ottie, kom snel naar buiten. Oh, yes! Oh, ik ben zo blij met mijn paasei. Zie je, Ottie, je moet niet te snel opgeven. Zo, jongens en meisjes. Uiteindelijk is alles weer goed gekomen in het Binskibos. Ottie viert Halloween met Lola en Stekeltje. Zo, die staat daar mooi. Ik wil dat mijn tuin er mooi uitziet voor Halloween.
Hoi Otti, wat ben je aan het doen? Hé, hey, Stekeltje. Oh, ik ben de tuin aan het versieren voor Halloween. Ah, wat leuk. Hoi Otti en Stekeltje. Hé hey Lola, goed dat je er bent. Wil je mij even helpen met het spinnenweb ophangen? En Stekeltje, zou jij binnen de snoepjes bij de deur willen zetten? Ja hoor. Ja, ik wil ook wel meehelpen. Maar Otti, dat hoofdje op de deur vind ik een beetje eng. Oh echt? Nou wacht even, dan ga ik hem wat liever maken. Zo, wat lieve oogjes. Mooie glimlach. Zo. Zo, Lola. Dit ziet er beter uit, toch? Ja, dat ziet er beter uit. Nu is het niet meer zo eng. En deze bloemdoeken nog even bij. Zet jij binnen de snoepjes klaar, Stekeltje? Ja, hoor. Zo, hoppa. Deze nog even mooi recht maken. Kijk, leuk. Zo, mooi hè, Lola? Oh, wat ziet dat er toch lekker uit. Lola en Stekeltje, willen jullie mij helpen met de pompoenen uit de moestuin halen? Ja! Zo, hoppa. Zo, kijk. Hup. En hier, zo, deze, hoppa. Leuk ziet dit eruit, hè? Dit is nou echt Halloween. Nou, ik zie jullie vanavond. Jullie komen dan langs, hè, bij mij? En dan op de deur kloppen voor trick or treat. Ja! Trick or treat! Hé, hey, leuk dat jullie er zijn. Wacht even. Huh? Alles is leeg. Oh nee! Stekeltje, heb jij het snoep toevallig vanmiddag opgegeten? Ja, sorry Otti. Dan zit er niets anders op. Dan moeten we het snoepje door twee delen. Samen spelen, samen delen. Dat was weer een leuke dag, hè? Ja! Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje, Sinterklaas. Otti gaat vandaag zijn schoen zetten voor Sinterklaas. Hi Otti. Wat ben je aan het doen? Hé, hey Lola. Oh, ik ben hout aan het hakken voor de open haard. Ah, wat gezellig. Otti, weet jij wie er in het Binskiebos is aangekomen? Nee. Echt niet? Sinterklaas is nu toch hier? Oh ja, natuurlijk. Mogen wij onze schoen vanavond bij jou zetten, Otti? Hi Lola en Otti. Hé, hey, Stekeltje. Goed dat je er bent. Lola vroeg net of jullie vanavond de schoen mogen zetten. Oh echt, wat leuk. Mag dat? Ja, natuurlijk. Otti, wij hebben het koud. Wij gaan alvast naar binnen. Zo, zal ik pepernoten gaan maken? Zo.
Oh nee, wat heb ik gedaan? Lola, Stekeltje, ik heb alle pepernoten opgegeten. Oh nee! Sorry. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, 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 gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Nou, hopelijk zit er morgenochtend iets in onze schoen. Ja, tot morgen, Otti. Kom binnen. Yes, er zit wat in ons schoentje. Jee, we hebben een chocoladeletter. Wat heb jij, Otti? Kijk, ik heb een leuke trui gekregen. Lola en Stekeltje, binnenkort wordt het nog kouder. En gaat het heel veel sneeuwen. Zullen wij in de volgende aflevering een sneeuwpop gaan maken?